Nou, eens kijken wat mijn grote vriend te vertellen heeft over de stand van zaken in de wereld. Dames en heren, Hannes Konijn. Ja, Betsy, goedenavond. Oh, dat kent toch weer een stuk blij. Goedenavond, Jozef Meijden, joh. Hey. Ja, dat is goed. Hey, ik heb zoveel opgeschreven, ik weet eigenlijk al niet meer waar het over gaat. ik vind wel, het viel me op. Ik weet niet of het jullie opvallen is, lieve dames en heren, maar Deus Eigen stond erg in het teken van de letter B. Ik zal het uitleggen. De eerste B is bizar. Bizar dat de geliefde en de naaste en de vrienden en familieleden van Piet Verhagen zijn jonge vent op deze leeftijd al moeten missen. Bizar. Maar lives go on. En we hebben een programma, ik zei het al, vol met B's. Het begon over de zandsuppletie. En de mevrouw was een beetje verwonderd dat het zand allemaal weg is. Maar lieve mensen, ik was helemaal niet verwonderd. Want in die suppletie, oftewel zandbank. Bij banken verdampt er wel eens wat. Zelfs zand. Zandbank. Stijn Bakker uit Bassingerhorn. Stijn Bakker uit Bassingerhorn. Een mooi interview. Best nog wel een beetje mazelijk. En hij moest natuurlijk uitkijken wat hij ging zeggen vanavond. Want ik weet hoe dat gaat bij een RTL-programma. Moet je een pak papieren moet je tekenen. En anders ben je de rest van je leven nog erger dan een hypotheek. Ben je de pisang. Maar ik zag Bart. Of sorry, Stijn zag ik een beetje stokken. Dat Ed vroeg van, hoe vond je Chantal? En Stan, ik weet niet wie je zit, maar ik raad je aan, als je nou weer gaat klussen, klussen ze een bed in elkaar. Misschien komt Chantal in Bassingerhorn te slijpen. Mensen, de jonge politici in de dop. Dan zou je zeggen, weer is de B. Maar de B had ik eigenlijk, voordat jullie aan tafel kwamen, bij Bram Broese. Hij zit achterin. Ik zei, Bram, moet je ook aan tafel? Zei, nee, daar ben ik al te oud voor. Moet je nagaan. Moet je eens even kijken naar Bram, hoe jong hij is. En die is al te oud, nou. Moet je nagaan. Dus als jullie wat willen betekenen in de politiek, doe het nou. Want Bram is al te oud. En trouwens, ik heb voor jullie een meer dan goede tip, denk ik. Want als je later wel wat groter bent in de politiek, één ding moet je nooit doen. Eén ding moet je ver vandaan blijven. Nooit rond de verkiezingen proberen de paasvee droog te leggen. Dat is niet goed voor je carrière. Dat is echt niet. Het proberen de paasvee 's middags droog te leggen komt ongeveer overeen als een Trump die zou zeggen, we gaan een wapenverbod doen. Niet doen. De B, B.B. King kennen we allemaal. Bud Beckerek, maar we hadden B.B. Six. En wat een mooi lied. Do you know the way to San Jose? Een beetje het Engels voor, weet je misschien de weg naar Hamelen, meneer? Heerlijk. En dan komen we natuurlijk bij de Airbnb. Vroeger, lieve mensen, hadden we luchtkastelen. Nu bouwen we Airbnbs. Vroeger was je wel eens in de wolken. Nou hebben we alles in de cloud. Maar een Airbnb of een gewone B&B, wat is het verschil? Ik ken het niet helemaal goed. Ik weet wel, vroeger had ik ben ik ooit te logeren geweest bij een LBNB, logeren bij de boer. En dan zal ik even een heel klein anekdotetje vastplakken. Maar ik was te logeren bij de boer, samen met mijn vrouw. En wij konden alles leren van de boerderij. Dat was mooi, was leuk, was interessant. En die boer die werkte dan gewoon deur, maar dat roken we al. Op een gegeven moment komt die boer, die komt dan met een stier. En mijn vrouw zegt, heel nieuwsgierig, zeg boer, waar ga je met die stier naartoe? Hij zegt, vrouw Knijn, die moet even bij de koe. En die man die gaat keurig netjes met die stier achter een hoog schot. Maar mijn vrouw moest er overheen te kijken. En die stier, die ging tekeer als kwaad weer. Dat zag ik wel aan de koppie. Ze zegt, zeg boer. Ik denk, oh god. Ze zegt, zeg boer. Hij zegt, ja.
Ze zegt, hoeveel keer in de week doet zo'n stier dat nou? En de boer zegt, nou, een keer of 7, 8. Ze zegt, hoor je dat, Hannes? Ik schuif er opzij. Ik zeg, zeg boer, doe die stier dat elke keer met dezelfde koe? Hij zegt, nee, vanzelf niet. Ik zeg, hoor je dat, Agi? Tot de volgende keer, dankjewel. Met dank aan Hannes Knijn. Dit was Wat Schagen Denkt vanuit Alfa in Schagen. Met dank ook aan het grote team van vrijwilligers van Schagen TV. Dank ook aan alle gasten hier. En een speciaal dank aan het team van Alfa. Niet vergeten deze keer, hè? Bedankt, mannen. Volg ons ook vooral op Facebook in de aanloop naar de volgende uitzending of opname. Die 29 maart is. Doen wij daar allerlei mededelingen over onze gasten. Deze uitzending wordt herhaald op YouTube. Gewoon Schagen FM even op YouTube opzoeken. En dan kunt u deze uitzending gewoon zo vaak kijken als u wilt. En volgens mij waren we er dan, Ed. We zijn er weer donderdag 29 maart hier in Alfa. Tot de volgende keer. Dag. Down the street, I start to cry. Each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me.